Voorzitter, de kosten die de staat heeft aangewezen, minister, zijn al hoog. Daarom wilden wij besparen. De vraag is ook gesteld door geachte lid Ramdien en ik kan als volgt antwoorden. Ik ga de periodes in gedeeltes doen. De periode 1980 tot en met 87, de zogenaamde revolutieministers, kost ons 3.034.905 per jaar. Voor de periode zitting 1996 tot en met 2000 zijn de kosten die de staat heeft aangewezen ministers 464.640 per jaar. Voor de periode 2000 tot en met 2010, de periode van zeg maar president Venetiaan, is dat per jaar aangewezen ministers 1,4 miljoen per jaar. En voor de periode 2000 tot en met 2010, zeg maar van president Boutersen, zijn de kosten voor de staat 12 miljoen per jaar. Dat is waarschijnlijk omdat er 65 ministers waren in die periode. Concluderend, voorzitter. De staat betaalt per jaar aan kosten voor gewezen ministers 16.860.497 SED, waarvan het grootste gedeelte, namelijk 15 miljoen SED, gaat naar ministers die zijn voorgedragen door de exponenten van de NDP of de NDP zelf. Als het aan mij persoonlijk ligt, voorzitter, kan de regeling per direct worden opgegeven. Wij ministers krijgen al zoveel van dit volk en als ik geen minister meer ben, hoef ik niks meer te krijgen. Ik snap natuurlijk wel dat sommige ministers niet de andere baan kunnen vinden. Geef ze dan een premie zodat ze een eigen bedrijf kunnen oprichten. Als ik afzwaai, heb ik nog mijn volkswinkel en mijn gym. Dus laten we serieus nadenken om dit, want het kost de staat tientallen miljoenen per jaar. Gelukkig hebben wij een president dat je als minister niet bang hoeft te zijn dat wanneer je verkeerd niest of verkeerd hoest naar huis wordt gestuurd. Voorzitter, 65 ministers in de afgelopen 10 jaren. Voorzitter, gelukkig hoef ik me nou niet af te vragen als minister of de president gelukkig wakker is geworden of boos en dat hij ons daar wegstuurt. Voorzitter, nogmaals 65 ministers die ons tientallen miljoenen per jaar kosten. En u heeft net gehoord namelijk hoe zwaar het drukt op het budget van de staat dat zoveel gewezen ministers, sommigen hebben maar 1 jaartje gediend. En ze maken aanspraak op alle voorzieningen, krijgen pensioenen, krijgen voorzitter, als dat een probleem is voor het land, dan moet het oplossen. En u mag weten, de opdracht is al gegeven op het kabinet. En binnenkort krijgt uw college een wetsontwerp waar we deze zaken heel goed gaan regelen. En in feite hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Want het is uw geacht college dat uiteindelijk een stukje ordening, een stukje regulering heeft gebracht in de bezoldiging van DNA-leden en gewezen DNA-leden. Was het vroeger zo dat een DNA-lid, als hij op zijn 20ste zou beginnen en 2 termijnen gediend zou hebben, 30 jaar, dan kreeg hij vanaf 30 jaar pensioen. Pensioengerechte leeftijd is daar 60 jaar. Het parlement heeft gekozen voor 55. Voorzitter, u kunt verwachten van de regering dat er regeling gaat komen, regulering gaat komen. Maar we gaan afbouwen dat systeem dat een bewindsman of bewindsvrouw na 1 jaar dienen, na 2 jaar dienen, in aanmerking gaat komen voor alle voorzieningen. We gaan afschaffen die regelingen en we komen met nieuwe regelingen, voorzitter. Welke voldoet aan die gevoelens van de samenleving, welke voldoet ook aan ook de verwachtingen binnenleven in uw college, voorzitter. Dank u wel.